Inkoppers wordt mede mogelijk gemaakt door APS Groep en Monen Movies. Welkom bij Inkoppers. Vandaag een 1 tegen 1 met een Limburgse trainer die volgens mij nog een van de weinige Limburgse trainers is in de Eredivisie of in de Keukendivisie. Die een carrière had als voetballer bij Fortuna Sittard, SVV, Dordrecht, De Graafschap, later weer Fortuna Sittard en nu trainer is bij Helmondsport. Vandaag Wil Boezen. Wil, welkom bij 1 tegen 1. Hoe is het met je? Ja, goed. Ja, tijd geleden. En leuk dat je zelf ook bent. Dus dat is wel... Ja. Goed, we komen het hele land bijna door, hè, wat ik wil zeggen. Ja. Hey, jouw voetbalcarrière, die is begonnen in het Broek Sittards, of niet? Almania. Almania. Klopt. Ja. Wat mij bijblijft van Almania is dat er best veel talenteerde voetballers zaten, hè? In de jaren 80. Ja, Leijela is ervan gekomen. Wilbert Suverijn heeft ook gespeeld. Ja. En nog een paar die ik een beetje vergeten ben, maar van Schmeijs, geloof ik, keeper, hè? Oh ja. Ik weet niet of Huub daar ook heeft gezeten, maar in ieder geval, ik ben even... Veel voetballers kwamen daar vandaan, dat klopt. Ja. Zijn ook later gezegd, ben naar de hoofdklasse gegaan en dat soort dingen, maar heel veel, ja. Is dat nou typerend, omdat je bent daarna bij je gescout door Fortuna, hè? Dat is goed in de jeugd al, hè? Ja, vroeger was het niet zo'n scouting, was meer... Een vriend van mij die ging naar Fortuna toe. Hij zegt, welkom bij Almania weg. Naar Fortuna toe is veel leuker, weet je, een grotere club. Ik denk, ja, wat moet ik bij Fortuna doen? Ik was 8 jaar, was nog vrij jong. Ik ben ingestroomd in de D2 bij Fortuna. En uiteindelijk toch die stap gezet. En samen die hele opleiding doorgenomen, doorontwikkeld. En uiteindelijk in het eerste terecht komen. Dus, dat had je toen niet kunnen verwachten op die leeftijd. Nee, dus je hebt je eigenlijk aangemeld, als ik het zo mag zeggen. Ja. Okay. Want Fortuna was nog niet zo ver om, ook in de opleiding niet, om te zeggen van, Hendricks was toen wel hoofdopleidingen. Gerrit. En later is Fred van Barneveld heeft dat natuurlijk overgenomen. En het was wel een aparte tijd. Nee, we melden ons aan en we konden ook meteen meedoen. Ja. Maar het was meer alleen trainingen. Ja. D2. Ja. We speelden nog geen wedstrijden. Nee. Hey, dan ga je zo'n BVO-jeugdopleiding doorlopen. Hè? En op een gegeven moment, hoe oud was je toen je dacht van, er zit voor mij een springplank naar een eerste toe? Ja, bij mij niet. Omdat iedere keer werden andere spelers genoemd wat talenten waren. En het was bijvoorbeeld Ramon Swidder, kun je even die nog kent. Zeker. Ramon was echt een hele goede voetballer. Goed in de kleine ruimte, balvaardig, techniek. En ik moest het toch een beetje hebben van het werken en wel altijd hard trainen. Ja. Dus die jongens die waren altijd in het voortraject van mij, die werden genoemd in de pers, weet je, als toekomstige talenten. Maar ik ben er nooit ingevallen eigenlijk. Nee. Uiteindelijk heb ik geluk gehad met Koekie Voren. Ik bedoel, ik heb Koekie gehad als trainer van de B-jeugd, ik heb Koekie gehad als trainer van de A-jeugd, van de tweede. Uiteindelijk lopen onze carrières, zijn trainerscarrière, mijn voetbalcarrière, jeugdvoetbalcarrière, lopen samen. Want iedere keer als zij de stap zetten naar de A-jeugd, naar de tweede en het eerste toe, heeft hij een goed woordje van mij gedaan waarschijnlijk. En uiteindelijk ben ik ook naar het eerste. Maar een goed woordje alleen kom je er niet. Nee, niet in die tijd. Je moet zelf ook al, maar je moet wel geluk hebben. Merk ik ook met coaches die je net op het juiste moment tegenkomt en je een beetje een duwtje in de rug kunnen geven. Uiteindelijk moet je het zelf waarmaken. Die je net voor de groep hebt staan eigenlijk. Ja. Hè? Ik heb zelfs de A-jeugd met Koekje ook nog gehad. Ja. Dus die kwamen de spelers nog thuis ophalen. Ja, precies. Dat vond ik wel leuk van Koek. Maar goed, dan hang je dan op een gegeven moment en dan komt toch die stap naar het eerste. Hè? Ja. Hoe oud was je toen? Ik was 17. April, weet ik nog goed, train ik voor de eerste keer mee. In mei werd ik 18. Toen heb ik nog, toen zei Frans Geuvels toen trainer, zei Frans eigenlijk tegen mij van speel nog die wedstrijd tegen Heracles, kan ik me thuis herinneren. Mm. Die kampioenswedstrijd, of in ieder geval de wedstrijd waar het om ging om te promoveren. Ja. En toen zei je van, jongske, doe dus het goed en toen kom maar eens op de bank zitten. Weet je wel. Dus die wedstrijd in de volle baan, dat volgens mij 22.000 mensen, allemaal staanplaatsen. Dus heb ik op de bank gezeten en toen won Fortuna met goals van Eleveld natuurlijk. En Koevermans volgens mij ook. Wim twee keer. En, 3-1 wonnen we toen. Ja, van Heracles. Dus toen is het begonnen eigenlijk voor mij. Dus je komt eigenlijk bij de selectie en gelijk ja. ga je de Eredivisie in. Ja.
Wat dan wel het mooie was, die hele periode dat je dan zeg maar bij Fortuna gespeeld hebt, was het ook alleen maar Eredivisie, hè? Ja, klopt. Ik heb wel even een terugval gehad. Want uiteindelijk heb ik twee fases meegemaakt. In het begin, toen ik met 18 vrij snel erbij was, heb ik wel nog mijn wedstrijd in de tweede gespeeld bij Fortuna. Maar ik zat wel iedere keer bij de trainingen erbij. En uiteindelijk heb ik, toen ik 19 was, heb ik het zelfs het hele jaar in tweede gespeeld. Mm-hmm. En toen had ik zoiets van, oh, ik ga dat niet redden. Maar toch door een stukje mentaliteit en instelling heb je toch de kans gekregen. De opvang, als je toen als jonge jongen bij de selectie kwam, ik was toen ook nog vrij jong op dat moment, ik ben 2 of 3 jaar ouder als jou. Ja. Is die opvang nu heel anders als toen? Ja, opvang was anders. Ik kan me herinneren toen ik jeugdtrainer was bij Fortuna, 2001-2002 geweest, rond die jaren train ik de C en de B-jeugd, was bij Fortuna top. Ja, mm-hmm. Er werd eten verzorgd, die jongens werden gehaald thuis, die werden thuis weer afgezet. Ze konden op het CIOS konden ze huiswerk maken. Dat was in onze tijd niet. Ik ging gewoon met de fietsje vanuit Stadbroek ging ik naar het stadion lag 500 meter verder. En s'avonds weer terug. Dat was toen niet in onze tijd. Wij gingen gewoon trainen. En Jan Lauwers die was ook mijn trainer in de D1. En die kon ik af en toe wel vervloeken nog steeds. Maar ik heb nog steeds contact met hem. Eigenlijk is een goede vriend gebleven. En dat is wel apart. Maar dat was in die tijd niet die opvang. Dus je meldde je aan, je ging trainen en voetballen en dat was het. Ja. En ook de totale begeleiding van statistieken en videoanalyses. Als jonge jong kom je dus bij zijn eerste elftal. Ja. Er staan toch wat gelouterde jongens in die wat jaren ervaring hebben en zo. Hè. Ik bedoel meer ook de opvang in die zin van dat je als jonge speler werd je dan getest dan? Wat je nu werkt of merkt is dat je de opvoeding als jonge speler in een eerste elftal, dat ging altijd door de speler zelf. Niet zozeer door de trainer. Mm-hmm. De trainer die had zijn oefeningen, die zorgde voor partijspelen. Maar je werd meer opgevoed door oudere spelers in het team. En dat mis ik een beetje nu, in de generatie. Want de generatie nu die 18, 19 is, die laat zich niks meer zeggen door eentje van 26 en 27. Want als eentje van 26 zegt van pak even die pion, dan moet die van 26 uitleggen tegen die van 18 waarom dat die de pion moet pakken. Ja. Maar zo erg is het soms. En uiteindelijk heb je te maken met een totaal andere generatie, totaal andere ideeën, ook hoe ze in het leven staan. Ja. Ze zijn allemaal wat losser, ze hebben meer keuzes. Wij hadden alleen maar voetbal hè, vroeger. Ja. En slaagde er niet, had je niks meer daarna, dus je gaf er alles om. En ook het individuele ontwikkelen, dat is nu ook een beetje tendens aan het worden. Ja. Dat slaat soms door. Ja, doordat vaak het team gebeuren wordt overklast door het individuele gebeuren. Het is ook de tijd, hè? Wat dat betreft verschilt het wel. Hey, maar je hebt een hele mooie carrière gehad bij Fortuna. Daarna eigenlijk ben je vertrokken naar SVV. Ja, dat klopt. Maar dat ging niet zo makkelijk. Mm-hmm. Er was wat heibel met mij en Han Berger in die tijd. Mm-hmm. Niet dat ik voor Han een geweldige trainer. Ja. Ik heb hem 5 jaar gehad. Absoluut, ja. En uiteindelijk wilde ik ook weg, weet je wel. Ik zat vanaf mijn 17e, 18e tot mijn 26e bij het eerste elftal. Ik had het geluk gehad dat ik in de beginjaren, toen ik 20 was, nog de Europese wedstrijden mee heb gekregen. Want Bert Jacobs nam het stokje over van Frans Keurver. En die zette me eigenlijk als middenvelder, zette me eigenlijk weer linksback neer. Dus dat was een hele vreemde plek voor mij, maar uiteindelijk heb ik daar heel lang gespeeld. Ik wou dat zeggen, dat heb je goed volgehouden. Ja, hè? Zeker. Dus, is dat iets wat je trouwens de huidige generatie eens kunt uitleggen, hoe mooi Europees voetbal is? Ja, dat volgens mij, als ik de selectie van nu ga vragen van, ken jij de carrière van je trainer? Of als jij dat vraagt, weet je wel, kunnen ze een antwoord geven. Ja. Die zitten in hun eigen cocon, die weten dat niet. En dat is ook heel lang geleden. Hè? Ja. We praten over bijna 35 jaar geleden. 85 was dat. Dus die jongens die zijn met andere dingen bezig. Ja. Dus niet met een... Nou, eigenlijk hebben we een hele mooie periode meegemaakt. Want je promoveert, je speelt bekerfinale. Ja. Europees voetbal. Ja. En dat in de jaren dat ze Eredivisie speelden. Ja, dus toen viel je ook met de neus in de boter. Ja. Kijk, het kan ook zijn dat je instroomt op het moment dat Fortuna Eerste Divisie speelt. Mm-hmm. Nu stroom je in, dan krijg je de kans en heb je die kans waargemaakt dat je Eredivisie speelt. Ja. En Jong Oranje en Oranje onder 23. Weet je wel, dat heb je allemaal mee. En Europees voetbal en bekerfinale. Ja, dat is dan je begin van je carrière. Staat ook mooi op je cv, hè? Ja, dat was toen was dat gewoon. Ja.
Ja. Omdat je dat toen zo gewoon ervaren. Maar achteraf denk je, dat is niet gewoon geweest. Dat is heel uitzonderlijk geweest dat je dat hebt mogen meemaken. Ja, die tijd was ook niet. Het is niet te vergelijken meer. Nee. Want ik kreeg toevallig van een supporter een appje gestuurd. Die had iets uit de VI. Daar stonden wij er gewoon in, of alle spelers in die tijd, met je adres en alles. Ja. Je thuisadres. Ja, dat kan je gewoon niet meer voorstellen. Nee, daar stond gewoon erbij en alles. Ja. En noem maar op. Dus ja. Daar wacht je ze wel eens aan de deur. Ja. Klopt. Ik dacht dat het zo goed was, maar het lag gewoon, dat stond gewoon erin. Dus, hey, maar SVV, de bedoeling was daarvan om daar toch een richting Eredivisie en zo'n goede club te maken, hè? Had ik begrepen. Ja, klopt. Uiteindelijk, omdat ik in Jong Oranje speelde, had gespeeld, want ik was natuurlijk een paar jaar ouder alweer. En Dick Advocaat was toen mijn trainer bij Jong Oranje. Ja. En Dick Advocaat was ook trainer bij SVV. Die heeft me toen, omdat ook Jos Loekij er zat als Limburger bij SVV. Dus heeft hij gezegd van, er moet nog een Limburger bij. Om in ieder geval, dat is altijd beter dan dat het eentje zit. En SVV promoveerde toen van de Eerste Divisie naar de Eredivisie toe. En ze wilden van die club, wilden ze eigenlijk een topclub maken. En dat zag er ook aanvankelijk top uit. Fortuna heeft nog een transfersom voor mij gekregen. 500.000, 5 ton. Dat was allemaal prima in die tijd. En toen kwamen we bij Van Dijk contract onderhandelingen. En toen moesten we op in zijn bedrijf komen, midden in Rotterdam. En toen had hij daar, honderden Mercedes'en staan. En toen zei hij tegen mijn vrouw, tegen José, zoek maar een kleur uit, welke wil je hebben? Ja, José was een beetje overdonderd. Die zei, nou, doe maar die donkerblauwe. Ja, inpakken, wegwezen, neem maar mee. Ja, dat soort dingen. Dat kon toen allemaal. En het was ook een geweldige staf met Wim Jans als technisch directeur. En Dick Advocaat als trainer. Dus, het zijn nog wel namen, hè? Ja, maar goed. Maar ook Joop Hiele. Joop Hiele kwam van Feyenoord. Ja, Peter Baans kwam van Feyenoord. Jan Mulder kwam van Feyenoord. Dus alles wat daar allemaal een beetje, zeg maar, net niet goed genoeg was voor de top in Nederland, dat kwam naar SVV toe. Ja, dan vond ik Joop toch wel een aardige keeper. Ja, zeker. Was toen ook heel ervaren. Ja. En die zat toen ook nog bij het Nederlands elftal. Ja, sowieso. Ja. Wanneer is dat, want op een gegeven moment was er sprake van SVV Dordrecht samen. Ja, dat is vrij snel gegaan. Ja, Want ik zeg, de topclub in Notendop, zoals ik het altijd genoemd heb, SVV, dat wilde op een gegeven moment doorpakken. Harga, waar we moesten trainen, was niet goed genoeg, niet veilig genoeg. Dus we hebben ons eerste seizoen met SVV in de Eredivisie in het Feyenoordstadion gespeeld. Ja. Eerste wedstrijd tegen Feyenoord, volle bakken, 50.000 mensen. De tweede, derde, vierde en het hele seizoen daarna zat er nog maar 2000. Dus er waren meer supporters dan dat er toeschouwers waren in het stadion. Dus dat was heel vervelend, zeker rond deze tijd, de wintertijd. Maar goed, we hebben alle wedstrijden daar gespeeld. Toen kregen we de laatste competitiewedstrijd van dat seizoen, kregen we te horen. Toen speelden we promotiedegradatiewedstrijd tegen NAC. Uit bij NAC wonnen we toen met 4-1. Dien Goré, die scoorde 3 doelpunten. Dien Goré nog, ja. En dus er zat een hele hoop talent. Dus kregen we te horen dat we gingen fuseren met Dordrecht. Terwijl eigenlijk het hele seizoen was de sluimering van SV ging samen met Feyenoord. Omdat Van Dijk wilde toen in het bestuur van Feyenoord zitten. Het FC Dordrecht bestond toen nog niet, hè? Jawel, FC Dordrecht was toch. FC Dordrecht was er, ja. Maar de hele tijd was SV Feyenoord. SV Feyenoord. Dus ook omdat we veel Feyenoorders hadden met Joop Hiele erbij en nog een paar spelers. Mm-hmm. Ja, was dat de samensmelting. Omdat toen in die tijd met HCS, volgens mij, ging met Feyenoord ook niet zo goed. Ja. Dus die stonden ook onder de middenmoot. En toen was er een fusiebespreking. Maar uiteindelijk is dat nooit naar voren gekomen. Toen kregen we op het veld, kregen we toen we ons handhaafden in de Eredivisie, kregen we te horen dat we gingen fuseren met Dordrecht. Ja, en dat was voor heel veel spelers was een klap in het gezicht. Ja. En Dordrecht stond stijf onderaan in de Eerste Divisie. We moesten ook nog naar, omdat Harga niet veilig genoeg was, moesten we naar Dordrecht toe verhuizen. Dus iedereen woonde in Rotterdam, dus iedere keer naar Dordrecht op en neer. Dordrecht voor te spelen. Ja, naar Randstad. Toen al die tijd was het al hartstikke druk. Ja. Dus er waren een hele hoop problemen. Ja. En toen is eigenlijk mijn carrière, voetbalcarrière, toen in het putje beland. Want er waren zoveel problemen. Ja, we hebben wel even gespeeld voor FC Dordrecht ook nog, hè? Ja. Die fusie, ja. Toen was ik het zo zat en toen had ik gezegd tegen de voorzitter, ze zijn er klaar mee. Ik zeg, ik lever mijn contract en zeg, ga naar huis toe. En toen meldde zich de graafschap. Ik wil zeggen, dan ben je wel nog even, dan doet ik hem gegaan. Ja, toen meldde zich de graafschap, bij Simon Kistenmaker. Ja. Die is helaas vorige week of 2 weken geleden overleden. Ja. En toen heb ik een half jaar bij de graafschap gespeeld. Ja. Ja, en dat was maar kort, hè, geloof ik. Was kort, half jaar. Ja. Half jaar, ja. En naar de graafschap? Ja. Toen had ik geen club. Ja. Toen moest ik terug naar Sittard. Toen hebben we een huis gekocht in Born. Daar woon ik nog steeds.
En toen heb ik eigenlijk Jacques Opgenoot gevraagd om mijn conditie op peil te houden. Chris Dekker was toen trainer. Coach, ja. Was coach. En hun zaten toen in China. We hebben toen een trainingskamp gehad in China. En toen hun terugkwamen, toen ben ik in de voorbereiding meegegaan trainen. En dat beviel Fortuna zo goed dat ze zei van, we houden je. En we bieden je een contract aan van 2 jaar en toen hebben we het weer opgepakt. Ja. En toen is Pim van Beek gekomen en toen, het jaar daarna zijn we gepromoveerd. Met maar had je een idee voor jezelf dat je carrière eigenlijk toen al... Ja. Je was voor jezelf eigenlijk zo van, het is genoeg geweest? Nee, niet genoeg geweest. Okay. Er zat nog wel vechtlus in om te zeggen, want ik wil doorpakken. Maar ik zag het wel uit mijn handen glippen. Okay. Weet je wel? Ja. Dus je bent van een heel hoog niveau Europees voetbal met Jong Oranje, ben je eigenlijk via SCV een beetje in putje terechtgekomen. En uiteindelijk door het geluk wat we hebben gehad met een zeer jong team in de periode van Pim Verbeek, noem ze maar op, Voerwet Oesta, ja. Meulenberg, Fennings, Patrick Lozada, noem maar allemaal op. Met 2 oude knarren ertussen. Ja, dat was René Maas en ik. Ronald Dassen dat ook. Ronald Dassen nog, ja. Juffing als keeper. Het is een hele jonge ploeg die ze hebben doorgestoten naar het eerste helft. Toen werden we kampioen. Mm-hmm. En bij Telstar met Hamming. En, ja. Die nog later erbij gehaald en Vromans. Yes. En ja, dat was mijn geluk weer, dat je dan weer op eredivisieniveau weer kon spelen. Hoe oud was je toen dan? Toen was je toch? 29. 29. Ja. Want daarna ben je nog eventjes bij je huidige club waar je nu als trainer werkzaam bent. Ja. Ben je bij Helmond Sport terechtgekomen? Ja, ik belandde bij toen in de fase dat Fortuna wilde doorontwikkelen, weet je wel. Kwam Patrick Pauw en dat soort jongens kwamen erbij. Toen zag je ook aan dat het voor mij een beetje aflopend was bij Fortuna. Om iemand van 30 nog te houden of 31, weet je wel. Dan is de jonge generatie komt er dan aan. Ja. Dat ging gepaard met een hele hoop conflicten met Pim, met mij. En toen hebben we samen besloten, Fortuna met Jacques Opgenoot en Pim en ik, dat we gewoon afscheid moeten nemen. En toen meldde Helmond Sport zich. Toen heb ik bij Helmond Sport nog tot mijn 35e gespeeld. Ja. En in die periode, denk ik misschien op het einde van Helmond Sport, dat je ook gedacht hebt van, een trainerschap lijkt mij ook wel wat. Ja, maar had ik sowieso. Hè. Ik had CIOS gedaan, dus ik was vrij vroeg afgestudeerd met 21. Ik had mijn TC1 diploma toen, in die tijd was het oefenmeester 1. Had je 4 CIO's? Ja, ja. Ja, dat waren toen altijd die verhalen. De ex-pros vonden dat nooit leuk, hè? Dat iemand van CIO's gelijk die cursus kon doen. Ja, dat of klopt. Gratis die cursus kon doen, laat ik zo doen. Nee, ik heb 4 jaar sportopleiding gehad. En uiteindelijk daar in Zeist samen met Wilbert Suvrijn zeg maar TC1 gehaald. Ja. Heb jij een vooruitziende blik gehad? Betreffende? Ja, ik vraag dat met een reden. Ik kan me herinneren dat je ooit een keer een interview hebt gegeven. Mm-hmm. En dan sprak je over het feit dat jij een multifunctionele speler was. En dan hebben wij in die tijd, als we lachen, ja, waar komt die Willy nou mee aan? Ja. Multifunctioneel, dat woord en dat. Maar tegenwoordig denk ik dat je als club blij bent dat je zo'n speler hebt, of niet? Nee, zeker. Nou, dat ja, dat klopt. Ja. Nee, maar kijk, als je kijkt naar mijn opleiding, ik kan me dat nog herinneren, die uitspraak. Ja. Dat is al heel lang geleden, maar ik kan wel herinneren. Ja, nee. Op het moment dat je op meerdere plekken wordt neergezet, weet je wel. Ik moest, in feite was ik centrale middenvelder, vanuit de jeugd opgeleid. Dus ik was een beetje de spelbepaler. Met mijn passing en mijn snelheid was dat goed. Frans Keurver zette me rechts buiten toen ik pas bij het eerste was. Hij zegt, kom voor mijn goede voorzet en je bent snel. Bert Jacobs, die zette me linksback uiteindelijk. Daar ben je eigenlijk mee doorgebroken. Toen was René Maas was een keer geblesseerd, moest je rechtsback spelen. En later in het einde van mijn carrière bij Pim Verbeek heb ik weer als middenvelder met Van Bommel en Riksen voor mij. Heb ik als oude knar heb ik daar die jonkies moeten aansturen. En nog centraal in de verdediging gespeeld met de Liesdijk in die periode. Geschorst was met die elleboog, kan je nog herinneren? 6-7 wedstrijden geschorst. Tegen Volendam scoren we. Dus ik weet niet. Hij haalde het toen uit. Dus, ja. En toen zei hij, na afloop, ik was aan het juichen. En toen gebruikten ze voor het eerste camerabeelden. Ja, dat klopt. Dat die Annette van Tricht, geloof ik, die zei toen, laten we even kijken naar de beelden. En toen zag je zo'n cirkeltje om Marcel. Kwam eigenlijk een elleboog. Nou, dat maar was goed. Eerst juichen, maar toen kwam... Toen ging je centraal in de verdediging voeren. Dus ik heb eigenlijk overal heb ik in defensief opzicht heb ik gespeeld. Dus nee, vandaar niet zozeer om jou in die periode, maar het woord was vrij nieuw. Ja. Maar eigenlijk is het hetgene wat nu ook gevraagd wordt. Ja, dat klopt. Ja, je moet, als aanvaller moet je ook mee verdedigen. Ja. En als verdediger moet je ook, zeker als back, moet je al heel veel aanvallende kwaliteit hebben. Ja. Ja, want je ervaring als trainer heb je natuurlijk opgedaan bij de jeugd. Hè? Eerst gewoon bij Fortuna geweest. Heel blij mee geweest dat ik daar ben begonnen. Ja. Absoluut. Ja, C-jeugd gedaan. Toen de B-jeugd, die degradeerde uit de eredivisie. En uiteindelijk zei Fred van Barneveld, was toen hoofdopleiding, zei van... Wil jij moet de B-jeugd doen, want je moet zo snel mogelijk terug. Zeg, je bent lekker.
Zeg je, we degraderen, zeg met wat voor spelers dan? Nee, ja, ja. Jou gaat het lukken. Ja, het lukte. Dus we zijn binnen een jaar weer kampioen geworden. In de periode van Prins Rijkema, Tom Dame, Samir Elgewiri, Joep Op de Kamp, weet je wel. Dat soort jongens, dus was kwaliteit, hè? Dus, ja. Alleen Tom Dame en Prins Rijkema, die scoorden al 60, 70 doelpunten dat seizoen. Ja. Dat was een lopende trein, was dat, dus dat ging goed. Dus wij promoveren met de B-jeugd. En uiteindelijk het tweede jaar, B, toen kwam die landelijke B-jeugdcompetitie. Ja. Die was er nog niet, maar die was in de maak. We moesten bij de eerste drie eindigen om uiteindelijk ook in die landelijke competitie te komen. Dus we hebben dat gered. We zijn toen tweede geworden achter PSV. Ja, super. Ja. En toen speelden alle elftallen met de B-jeugd in de promotie speelden toen Eredivisie. En dat was voor Fortuna opleiding was dat top. Maar na die periode, dat viel mij wel op in je carrière switch als trainer, ben je naar VVV gegaan. Ja. Opmerkelijk eigenlijk. Ja, er was, op een gegeven moment was er Hans Verel werd volgens mij ontslagen bij Fortuna. Ja, dat is ook nog bij Fortuna. In die periode was het, Henk Dutte ging toen doorschuiven van het tweede naar het eerste toe. En toen heb ik het tweede voor Henk overgenomen, een halfjaartje. En toen kwam vanuit VVV Frans Nijssen, die belde mij op. En Frans zei van, we zoeken nog een assistent-trainer bij Wim Düsseldorp. Ja. En Wim was al een jaar hoofdtrainer. En toen het tweede jaar van Wim, toen ben ik ingestroomd als assistent. Dat was in 2002 was dat. Mm-hmm. Ja. Maar dan heb je een hele lange periode gezeten. 10 jaar. Ja. Heel lang. Ja. Te lang. Veel trainers gehad, Jan van Dijk ook nog, hè? Ja, Jantje, geweldig. Ja. Jan kampioen geworden. Ja, maar is Jan ontslagen toen? Of? Ja, Jan is ontslagen. Want je hebt het toen overgenomen als assistent, hè? Ja, dat klopt. Dacht dat zonder er iets van bij. Dat was wel een pijnlijke periode voor iedereen. Ja. Jan was een op en top voetbalfanaat in zijn fanatisme. Hij liet mij heel veel doen. Dus dat betekende dat hij heel veel vertrouwen in mij had. Ik had dat ook in Jan. En uiteindelijk hebben we een geweldige periode gehad. Ik moest hem godverdomme ook nog gaan halen van Borren naar Landgraven, moesten we naar Venlo. Af en toe was ik taxichauffeur voor hem. Maar goed, dat had ik graag gedaan voor hem. Maar we hebben een geweldige periode gehad met Jan. Ja. Weet je wel, Jan was altijd rust, altijd nooit in de paniek, weet je wel. En hij liet mij veel doen. Ik heb een enorme ontwikkelingsperiode bij hem meegemaakt. Mm-hmm. Ik mocht de trainingen verzorgen. Hij deed de coaching. Ja. En ik werd kampioen, omdat ook in de staf ging een hele hoop veranderen. Heb je daar veel van opgestoken? Omdat we hebben een stukje van jouw training gezien vandaag ook. Ja. En daar viel mij ook op dat je ook andere mensen betrekt erbij. Ja. Het laat doen en het... Ja, kijk, ik heb het geluk gehad dat niet alleen bij Jan, maar bij Herbert Neumann, bij Adrie Koster, weet je wel. Hmm. Die, bij André Wetzel, die hebben we nog als trainer gehad. Ton Lokhoff heb ik als trainer gehad bij VVV. VVV nog, ja. Al die trainers, die hadden een collega. Trainer, geen assistent-trainer, weet je wel. Assistent-trainer is iemand om de pionnen neer te zetten. Nee, collega-trainer, zo werd je ook benaderd, hè. Ja. Die lieten je ook ontwikkelen. Kijk, als je alleen maar zo moet staan op het veld en je moet alleen maar kijken. Maar je mocht de oefeningen doen, je mocht trainingen leiden, je mocht de partijen. Maar dat doe ik nu hetzelfde. Ja, dus die ervaring wat ik heb meegekregen als assistent-trainer bij WV, die gebruik je nu ook omdat je het prettig vindt. Mm-hmm. En ook zoals Frank van Kempen, mijn collega. mijn collega, die is een top veldtrainer. Ja. Top veldtrainer. Ja. En die moet nog leren om te gaan coachen. Ja. Ik ben nu alleen met coachen bezig en ik heb dat veldtrainen heb ik daar gelaten wat het is. Want het is eigenlijk wat ze in Engeland al lang is. Ja. Heel lang hadden, hè? De coach en de manager en de trainer. Je zit in een bepaalde fase van je trainerscarrière. Je bent 10 jaar trainer geweest, je hoofdcoach bijna 10 jaar lang. Het is bijna ongelooflijk dat het al zo snel gaat. En nu wil je jezelf prikkelen. Dus je wil andere dingen gaan doen. Mm-hmm. Dus je bent veel meer met beleidszaken bezig, met coachzaken. Ook, visie van de club, de voetbalvisie van de club, meedenken en noem allemaal op. Dus je zit op een ander niveau, zit je nu als hoofdcoach. Ja. Dus niet meer op het veld, niet in het microniveau noemen ze, maar in het macroniveau. Ja. Ja. En maar dan komt na jouw periode VVV, komt je oude club waar je gespeeld hebt, Fortuna. Daar ben je nog 2 jaar hoofdtrainer geweest. Ja, klopt. Was hoe is je dat bevallen? In de Baandert. Ja, kijk, op een gegeven moment ben je 10 jaar assistent-trainer en ik heb de cursus natuurlijk gedaan in 2005 is dat volgens mij geweest. Ja, 2005. En dan wil je, de enige motivatie voor mij was, ik ga die cursus doen om hoofdtrainer te worden. Wim Koevermans, dat is wel grappig. Die was toen mijn docent.
Wim? Wim was mijn docent. En uiteindelijk heb ik dan met Wim vaak gesproken. Zijn er mogelijkheden? Hoe loopt dat? Wim had ervaring als hoofdcoach bij NEC, weet je wel. Ja. Dus heeft dat ook gehad. En hij zegt, je moet geduld hebben. Mm-hmm. Je moet geduld en geluk hebben, weet je, van komt er een club of niet. Of, ja, dat heb ik gehad. Uiteindelijk kwam Fortuna, die meldde zich. Ik was het ook een beetje beu bij VVV na 10 jaar. Dan ga je over alle kleine detaildingen ga je erger en irriteren, dat is niet nodig. Ja. Als je zo lang er zit. Dus ik heb bij Fortuna de kans gekregen. In een zeer moeilijke tijd. Geen geld. Altijd achterstallig. Dat je spelers nog af en toe geld moet toestoppen om benzine te betalen voor de auto. Die om, hebben ze gehad, ja, die periode, klopt. En dat ik zelf nog wc's zou moeten schoonmaken. En dat ik vlak voor de trainingen op maandag nog heel snel de kledinglokaal schoonmaak met Charlie Schudik in die tijd. Ja. Dan samen met Charlie Schudik snel in de auto zijn gezeten en het ontbijt zijn gaan halen. En zelf hebben betaald, weet je wel. Onvoorstelbaar. Dus we wilden de jongens niks laten merken. Ja. Jongens deden stinkende best, zo met Ramon Voren en Roel Jansen. Dus was een geweldige periode. We hebben geluk gehad dat we de juiste aankoop hebben gedaan met Patrick Nicoy. Dat was toen spits, Nicoy, weet je wel. Ja. En die scoorde toch wel lekker. Met Aziz Kaluta aan de linkerkant, weet je wel. Mm. Dus we hadden daar scorend vermogen. Johan de Boer was toen zeg maar de aanvoerder van het elftal. Dus we hadden wel een groepje daar staan. Ja. Alleen dat moest nog een beetje geboetseerd worden. Mm-hmm. En we hebben toen, Fortuna heeft volgens mij 8 keer achter elkaar, zijn ze toen laatste, ene laatste, tweede laatste, 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 het ene ging laatste. Er allemaal om. Was steeds laatste. En toen kwamen wij met Roel Koumers nog in de staf en Robert van der Weert in de staf, weet je wel. Daar heb je natuurlijk een hele hoop steun aan gehad. Zeker Roel en Robert. Robert was ook een beetje met de humor, wat jij met René Maassen vroeger hebt gehad in onze tijd. Ja, heb je een 7e en 8e plek gehaald toen achter elkaar. Je haalde toen 2 keer play-offs. Mm-hmm. Ik kan me nog een thuiswedstrijd herinneren tegen MVV. Het zat het stadion boemvol. Boemvol. Ja. Het zaten meer dan 12.000 mensen toen in die hele slechte periode. Toen heb je een beetje gesetteld als hoofdtrainer. Als trainer, ja. En dan ga je naar andere clubs toe, naar OS. Had je langer willen blijven als hoofdtrainer? Bij Fortuna? Ja. Nee, in die periode niet. Niet. Ik was helemaal nee, goed, toen ging dat was financieel echt heel pijnlijk toen, hè? Ja, maar ik was helemaal kapot. Ik was echt dood. Echt. Toen ben je even bij FC Os geweest in energie, ja. Ik ben een jaar bij FC Os geweest. Ja. En toen... Azië. Toen werd ik verrast, want ik las ineens Chiang Mai en Lampang. Ja. Ik denk voor de leken, als je er een nummer voor zet, dan heb je lekker rijst of nasi. Maar dat gaat niet, maar je bent naar Thailand gegaan. Ja, ik had niks op dat moment. Ja. Want ik haalde met ons ook de periodetitel. En uiteindelijk heeft een krantartikel mij de nek omgedaan in het Ossen. Dat vond de voorzitter toen niet zo leuk. En toen heeft hij mij mede daardoor ontslagen. En uiteindelijk, ja, we hadden top gepresteerd. De periodekampioenschap gehad sinds jaren bij Os. Dat was ook ongekend. En maar toen vloog ik eruit. Volgens mij was de laatste wedstrijd was tegen Ajax uit. Die heb ik niet meegemaakt. En toen zit je thuis, hè, 3 maanden. In het begin vind je het geweldig. Je hebt natuurlijk drie heftige jaren gehad met Fortuna en Os ook. En dan denk je van, even rustig aan. Maar na 3 maanden gaat het wel vervelen, weet je wel. Ja. En toen kreeg ik de kans in augustus iets later was het september, om naar Thailand te gaan. Ja, Thailand moet daar in godsnaam doen. Hele andere cultuur, alles wel. Maar goed. Uiteindelijk heb ik toegehapt en heb ik gezegd, ik heb nu toch niks. Je gaat daar naartoe. En go with the flow, hè. Zei die manager, zei dat ook tegen mij, Nathan Hall. Die heeft me daar naartoe gebracht. En dan denk ik van, wat moet je daar doen, hè? Toen stond ik eigenlijk als een klein kind, stond ik in Bangkok Airport. Ik denk, wat is dit, jongen? Het leek wel miljoenen mensen die er rond, mierennest die er rond krielden. 5, 6 verdiepingen hoog, weet je wel. Ik zat op de verkeerde verdieping. Verkeerde gate moest ik inchecken, weet ik wel. Dus was paniek. Want de vliegtuig vertrok over een uur, dus ik moest al eigenlijk een vliegtuig zoeken. Dus, en niemand kon gewoon uit Engels. Die Thai kende helemaal niks. Dus ik kwam toevallig Nederlanders tegen. Ik zeg, je moet 2 verdiepingen hoger. Moet hier de lift pakken en dan en dan. Gigantisch. Ja, dat was niet meer normaal. Dus, maar bij zo'n club, ik bedoel, wat je zegt, de Engelse taal is dan niet echt een specifieke taal die ze kunnen gebruiken. Ja. Hè? Met de selectie, hoe ging dat? Ik had een schaduw bij me, Shadow. Ja? Ja. Oké.
Ik had een Thai die overal waar ik liep, zelfs als ik op de wc ging, wilde hij mijn kont afvegen. Zat hij bij? Weet je wat, zat hij bij. Dus overal waar ik liep, liep hij bij mij neer en hij vertaalde in het Thai. Dat is wel niet de man die zondags zijn vlees kwam aansnijden. Nee, maar je had een tolk. Je had een tolk bij je die probeerde, in, zo goed als slecht als hij kon, probeerde hij het Engels wat ik dan vertelde, probeerde hij het te vertalen naar Thai toe. En, maar jij weet eigenlijk op dat moment niet wat hij dan zegt. Ja, precies. Maar dus als hij jou verkeerd zou begrijpen. Maar ik ben niet dom, hè. Ik ben niet dom, nee, hè. Dus ik heb af en toe heb ik bij een goed sprekende Engelse speler, die zaten er ook tussen, één of twee, heb ik gecheckt van, what was he explaining to you? Toen zei ik dat hij naar links moest, zei to the right side. dat klopt. Als je wat tactisch uit. Ja, dat klopt iets niet. Ja, precies. Dat gebeurde wel. Dat gebeurde wel. Je had wel, het was niet betrouwbaar. Als de voorzitter tegen die tolk had gezegd van die boezem moet gewoon gaan verdedigen, moet die gaan wisselen. Dan trokken ze mij al aan een shirtje en zeiden van the president wants to change number 9, weet je wel. Ja. Zeg why? Zeg, he's the best player. Was een Braziliaan, die was de enige die scoorde bij ons, weet je wel. Zeg why? Oh, take him out. Ja. Zeg no, I don't do it. Dus het was een beetje, maar ik had die ervaring niet. Toen kwam ik terug, heb ik het toch maar mijn zoon, anders kon ik mijn koffers oppakken. Dus ik had dat toen, heb ik meegeveerd. Ik zei, oké, prima. Maar achteraf ervaringrijker, absoluut. Ja, alleen ook qua voeding, qua mentaliteit. Heel andere levenswijze. Dat... Het boeddhisme is een geweldig geloof. Ja. Dus uiteindelijk veel meer, zeg maar, meer zen zijn, meer ontspanning. Hier en nu leven, niet te ver in de toekomst kijken. Ja. Dus dat is echt Thailand. Ja. Want daarna heb je nog even de Bos getraind, hè? Ja, ik heb nog een tweede club gehad, Lampang, in Thailand. Lampang, ik ben teruggekomen 3 maanden, toen ben ik weer teruggegaan, 5 maanden. Ja. Dan heb ik Robert van der Weert nog na 2 maanden gevraagd om mij te assisteren. Ja. Was wel nodig, want in mijn rug gebeurden allerlei dingen, die kon ik niet, dat was niet pluis. En uiteindelijk hebben we dat uitgezongen, nog 5 maanden, en toen zijn we teruggekomen. Ja. De Bos nog 2 jaar gehad? Ja, toen meldde zich de Bos meteen, toen ik terugkwam. Ja. Dus dan zat je eigenlijk wel in je vertrouwde Nederland als trainer. Ja, met een beetje een buitenlandse ervaring en toen met de Bos. En de Bos fantastische tijd meegemaakt. Het eerste jaar hadden we net geen play-offs. Ja. Want die hadden het ook heel moeilijk. William Vloed had al heel veel jonge spelers laten doorstromen vanuit de jeugd. Zoals Roel Brouwers, Mats Deil, die voetballen nu bij Go Ahead Eagles. Okay. Dus om die even eruit te pikken. Uiteindelijk kwam Kagi, een Rus. Mm. En die ging een hele hoop geld investeren in de ploeg. Die haalden allemaal spelers uit Argentinië, Italië, overal vandaan. En die verdienden een aardig smak geld. Dus die pompt even 3 miljoen aan in de selectie. Zo. En dan sta je ook bovenaan, hè. Dus we hebben tot de winterstop toen bovenaan gezegd. Iedereen riep, wij werden kampioen. Doord, ja. We pakken nog een periodetitel, ook nog in januari. En daarna kregen we door blessures in de defensie, wat we eigenlijk nu hebben bij Helmsvoort. Ja. In de voorhoede werden we heel kwetsbaar. Ja. En toen hebben we een paar wedstrijden niet gewonnen en verloren. Dus we zakten naar de derde plek toe. En dan kwam mijn positie onder druk te staan. En uiteindelijk moest ik ingrijpen, ook in de ploeg. Want er ging zich langzaam wat vormen. En begint de communicatie beginnen. Ja, precies. En dat. Dus ik heb ook ingegrepen. Maar ik heb het heel netjes uitgelegd aan het bestuur en aan de voorzitter. En die zei, Wil moet je doen. Ja. Wij staan achter je. Ja. Maar uiteindelijk is dat mijn doodsteek geworden. Ja, dat is... Misschien weer de voetballerij. Ja, precies. Maar goed, dat ervaar je. Maar een geweldige tijd gehad bij de Bos. Eigenlijk ook weer vanuit de onderste categorie weer naar boven geholpen. En, en nu Helmersport wel. Ja. Dus je hebt verlengd, hè? 2 jaar? Ja. Voor dus seizoen. Dus het derde en vierde jaar wordt dit dan? Is nu mijn derde jaar en volgend seizoen mijn vierde. Ja. Ja. Hoe bevalt het? Als ik het mag uitzingen. Ja, in Brabant weet je nooit, hè? Ja, Den Bosch ontslagen, Os ontslagen. Ja, maar... Helmersport. Als ik de jaren optel, zit ik hier eigenlijk toch 4 seizoenen. Dat is ook prima. Nee, is ook zo. Kijk, Helmersport is een geweldige club. Ja. Een kleine club. Mm-hmm. Zo is ook het gedrag een beetje, hè? Weet je wel. En ik hoop net om die club groter te maken op de kaart. Jonge ploeg, hè? Een hele jonge ploeg. Ja. De jongste ploeg sinds... Alle tijden, gemiddeld 22 jaar. We hebben een samenwerking met KV Mechelen. Daar hebben we 6 spelers van. Ja. Om door te ontwikkelen naar het niveau van Mechelen toe. Dus zeg maar de Eredivisie in België. Mm-hmm. En dat bevalt goed. Ja. Ik ben een talentontwikkelaar. Natuurlijk wil ik presteren en winnen, altijd. Maar ik heb het ook in mijn mars om jong spul beter te maken. Ja. En dat vergt een hele hoop geduld en tijd. Mm-hmm. Ik heb dat geduld en tijd en dat merken die spelers ook.
En ik probeer ze elke dag te helpen in een begeleidende carrière. Dan is het ook prettig als je die tijd ook krijgt van de club, hè? Ja, die tijd krijg ik van de club. Hier is geen druk van dit moet en dat moet. Natuurlijk willen ze naar de middenmoot toe en dan willen ze ooit een keer play-offs halen. Maar die druk is er totaal niet. Dus we kunnen in alle goede tijd en rustige tijd kunnen de spelers ontwikkelen. Dat is ook de enige manier, hè? De ervaring ervoor heb je. Op het moment dat er druk komt, gaan de jonge spelers nog minder. Ja, precies. Daarom. Ja. Dus dat is wel fijn. Eén ding viel me wel op. Ja. En dat vond ik wel leuk. Dat is ongeveer... Nou, wanneer hebben wij hier gespeeld? Dat tijd in de jaren 84. En dat vonden we altijd zo mooi. Die achterkant bij de goal. Daar zaten de mensen vroeger met de tuinstoelen. Met een kratje bier volgens mij. Die zaten vorige week in Volendam, tegen Volendam thuis zaten er ook een paar. Ja, nu staan er wat hogere dennen. Ja, ja. Maar dat is nooit veranderd en dat blijft ook zo, hè? Ja. Heb ik begrepen. Hè? Ja, maar we krijgen wel een nieuw stadion. Hè? Over daar zijn we mee bezig. Hè? Ja, helemaal. Ja. Die komt een paar honderd meter verder. De school is er al. Er zitten geloof ik 2000 leerlingen volgens mij. Het wordt een hele grote sportcampus, wordt het hier. Ja. Dit wordt afgebroken, er wordt ook met trainingsvelden wordt dit... verbouwd. Zou wel hier kunnen en willen eindigen als trainer zijn carrière? Nee. Niet? Nee. Toch weer verder kijken? Ja. Ja. Ik vind 4 jaar vind ik al ontzettend lang. Dus, ja. Ik vind normaal gesproken... Als je talentontwikkelaar bent, heb je die ook nodig. Ja, heb je nodig, tijd nodig. Ja, dat klopt. Ben ik mee eens. Maar normaal gesproken 2 jaar is eigenlijk zat. Ja? Ja. En dan moet je weer verder. Moet ook een andere trainer komen met nieuwe ideeën, met nieuwe plannen om de club weer verder te helpen. Je zit altijd in een bepaalde periode van clubs, zit je te werken. Ja. Nou, de ene keer heb je het geluk dat je een budget hebt, FC Rusland, zou ik maar zeggen, bij Den Bosch. Ja. Nou, sta je bovenaan. Hier is het budget het kleinste van betaald voetbal, zou ik zeggen. Mm-hmm. Of een van de kleinste. Dus dan weet je ook dat je in de onderste regio bivakkeert. En dan moet je ook niet meer verwachten. En dat verwachtingspatroon moet je ook zo laten. Dus op zich is het in alle categorieën of alle niveaus van deze divisie is het fantastisch werk. Ja. Ja. Dus eerst nog talen een paar leuke resultaten met Helmond. Een precies. Beetje doorgroeien nog als clubje door. Ja. Oké. Okay. Nou goed. Maar you never know. Hè? Nee, maar hier zit je goed voor. Ja, prima. Dus, Wil, bedankt dat je even tijd wilde vrijmaken voor ons, voor dit interview. En heel veel succes verder met Helmond Sport. Top, dankjewel voor de uitnodiging. Goed zo. Graag gedaan, jongen. Merci. Inkoppers wordt mede mogelijk gemaakt door APS Groep en Monen Movies.